Wat vindt u van de ontwikkelingen hier in de binnenstad? Goed. Ja? Er wordt ook eens dat sommige winkels die er al... Ja, natuurlijk, het is business van hunzelf. Maar dat ze dat niet eerder verhuurd hebben, snap ik niet. Wat ze de kans hebben had. Ja, maar u vindt het wel mooi geworden, deze gevels hier? Wat ze daarheen toe goed hebben, dat is 100%. Dat is geen 90, 100. En er komt ook weer water terug in de binnenstad. Wat vindt u daarvan? Ja, je krijgt hetzelfde systeem als wat voor de gemeente zit. Ja. Dat moet je hier ook weer als het inzicht hebben. Ja, en dan gaan ze 3 kunstwerken bij plaatsen, hè? En u hebt dat net even gezien, maar ja, dat lijkt u wel wat als er zo'n beetje een torenachtig iets komt. Ja, dat is iets wat normaal in Vieven niet zit. Ja, want er zijn 3 kunstwerken en er is een kunstwerk met een ijsvogel, er is een kunstwerk met een soort kikker en een argonaut en een kunstwerk, het heet Almelo Oase met een soort toren. En waar ging de voorkeur naar uit of waar gaat de voorkeur naar uit? Ik ga dan voor de Almelo Oase met de toren. En had je daar nog wat toevoegingen en opmerkingen bij? Ja, dat ik hoop dat het ook... voor invaliden en slechtzienden goed toegankelijk is en voor mensen met een rolstoel. Nou, ik heb die 3 gezien en ik vind de ijsvogel eigenlijk wel het mooiste. Past ook het beste bij. Hebt u, is dat een gevoel of hebt u ook een idee dat dat het beste past? Nee, het is meer gevoel hoor. Echt gevoel, ja. Jullie stonden hier te kijken. En je hebt ook gehoord van het nieuwe kunstwerk. En heb je een voorkeur wat er moet komen? No. Klein beetje. Klein beetje. Wat zou je het leukste vinden? Dat er uitzicht over het water kan kijken. Dus jij zou meer voor een soort toren gaan. Zou je dat wel mooi vinden? Ja. Ja? Dus dat heet dan Almelo Oase. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het geweldig hier in Almelo. Ik vind het een hele mooie stad. En ik vind ook dat de kunst bijbrengt een beetje lust van het leven. Een beetje joy te vivre. Ja, en je hebt net gezien dat er 3 kunstwerken zijn waaruit de Almeloërs mogen kiezen. Heb je al een beetje een voorkeur? Ja, ik heb een voorkeur. Ik heb de voorkeur voor de vogeltjes. Ik vind ze heel erg inspirerend en rustgevend. Dus dat lijkt mij de beste optie. Ja. En ga je er ook echt op stemmen? Want via www.kunstwerkalmelo.nl kan jij je stem uitbrengen en 80% van de stemmen wordt bepaald door het publiek. Wauw, ja, dat wist ik niet, maar ik ga eens kijken op de internet en kan ik stemmen. Ik red iedereen, ik ga stemmen, want dan krijgen we mooi kunst in ons mooi Almelo. Dankjewel. Ja, graag gedaan.